Ernst had gevraagd om hulp. Ik zeg ja, dat klopt. En zaterdag heeft ze het daar met hem over gehad. Had je dan ook jouw contact op? Ja. Dank je. Dat heb ik dus net ook gezegd. Ik zeg dus mijn contact. En als je... Net zoals met Peter die teleurgesteld is dat hij bij de opening van de sportschool is. Nou, dus dat. Ja, met alle liefde. Ik heb best wel wat erop doen, maar laat de dingen ook staan zoals... Wat een eer, ik mag achter eerst je computer. Ik denk het niet. Dit gooit roet in het eten. Zeg maar nee, Merel. Nee, andere jas. Nou, bespreek het zo, want staat iemand met hele grote oren beneden. Mee wil doen, dan mag hij meedoen. Als jij wil meedoen, echt een beetje dat schijnheilige. Mm-hmm. En als ik hem niet had gemaild, dan had ze sowieso niks gezegd. Want ze zegt van, ja, iedereen roept wel eens van, ik ga contact opnemen met die en die. Dus ik zeg van, oké, dus als ik contact op ga nemen met Patty Bart om mij presentatielessen te geven, dan vind je dat oké. Ja hoor, hartstikke leuk. Ik zeg, ah, dan geloof ik geen flikker van mijn rug daar. Ze zegt, ja hoor, het zal mijn eerste als ze hier komt. Ja, maar dan komt ze niet voor jou. Maar voor jou. Voor Andrea. Maar in ieder geval, ik zat erbij. Achter de computer. Dus dat mailtje komt binnen. Of dat mailtje was al binnen. Ik weet het niet. Dus stond erin. Er stond erin. Er stond iets in van... dat Ernst een Merel DJ-les gaat geven. En dat Andrea dan ook meedoet. En dat hij dan samen jullie DJ-les gaat geven. Dus ik zeg zo van, oh, zou Andrea leuk vinden? Zei ik zo, weet je. En toen zei ze van, ja, ik loop wel gelijk even naar haar toe. Zo ging het. Ja, ze is echt sneaky, is bitch. Echt jongen. Heel erg. Ze is echt sneaky. Echt sneaky. Bababababa. Het is dat ik dat zei, denk ik, hè. Anders was ze nog niet eens naar je toe gelopen. Ik zei echt zo, heel overdreven. Oh, dat zou Andrea wel leuk vinden. Toen ging er volgens mij pas een belletje rinkelen. Oh, ja, ik ga er naar de toe. Ik zeg ook tegen haar van... Zaterdag zeg ik het tegen je dat ik contact ga opnemen met Ernst en dat hij me wil helpen. Mm-hmm. Zondag wil je in één keer DJ worden en maandag bel hem op. Terwijl dat hij mijn naam nog genoemd heeft. Zegt ze, ja, dat klopt. Dat heb ik gezegd. Ja? Oké. Okay. Zegt, het is toch achterbaks? Nee, het is mijn contactpersoon. Oké. Okay. Er is niks van jou. Ik ben wel blij, Ger, dat wij lekker samenwerken met de Dreppen. Hm? Kom daar niet bij. Gewoon door de hele situatie met de DJ. Hè? Jij bent ook stom. Oh. Grappig. Oeh, dit ging helemaal mis. Gelukkig ben ik er. Maar meer. Ja, liefje. Weet je wat wel scheelt? Nou. Als zij lekker met jouw contacten mee kan kijken terwijl je DJ-les hebt, dan kan jij ook gewoon meedoen met de DJ-les met Danny. Dat vind ik ook. En dat is toch mooi? Nou, als je dat doet. Ja, tuurlijk. Ik zou vooral gewoon bij gaan staan als Danny weer komt. Ja, gewoon dan gewoon 1 uur voor. Ik ben ook DJ nu. Misschien morgen ook even in de vergadering gooien. Hou er allemaal even met planning rekening mee dat Andrea en ik morgen DJ-les hebben van Danny. Danny even mailen. Ja. Ja, maar... Maar er was ook hoe kan je eigenlijk zo tegen mij tekeer gaan en dan zeggen... ja, maar Ernst is niemands contactpersoon, is van Utopia. Hé, vriendin, als ik hier mijn verjaardag niet had gevierd, had niemand hier binnen Ernst gekend. Dus wat lul je nou? Zei ze dat? Ja. Als ze dat heeft gezegd? Ja, geen dank, liefje. Maar als ze dat heeft gezegd, dan kun je toch gewoon prima met Danny even contact. Ja, dat ga ik ook zeker doen, ja. Is wel leuk. Volgend jaar ADE'tje. Ja. Misschien ook mijn genre nog aanpassen. Let in huis of zo. DJ Sean. Ja.
DJ-genre. Die is leuk. Krijg je een mailtje van DJ Jean. Luister heel veel op die van mij. Maar dan ook genre. Ja. Ja, we gaan zo sporten over 8 minuten. Ja. Ik moet eerst de kast nog tellen. Hoe lang zullen we even roken, Ger? Weet ik niet. Ja, ik ga nog even roken. En dan ga ik me even omkleden. En dan ben ik fertig. Dan ga ik het Jesse even fouilleren. Oh, hij ik fouilleert ze zelf. Dat vind ik echt heel leuk. Want ik doe het achter haar rug om. Zeg, achter jouw rug om. Ja, je had het me al veel eerder moeten vertellen. Ik zeg, joh, ik was überhaupt niet van plan om het je te vertellen. Moet je het gaan vertellen? Iedereen mag toch dingen. Ik zeg, het is verdomme mijn contact. Nee hoor, het is het contact van iedereen, van Utopia. Oh god. Dus toen uiteindelijk ik zei van, ik zeg maar, je bent van harte welkom hoor, als je morgen wil meekomen. Ja, ga ik ook zeker. Ik zeg, nou, dat vind ik leuk, dan gaan we daar gezellig in. Ja, dit is wel leuk. Met een bakje thee erbij, koekje. Ja, een wijntje misschien wel. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Je laat nog, je vraagt er zelf nog mee. Je hebt ook zeg, je hebt verdomme een vaste DJ-leraar. Een vaste. Ja. Nou, die heb ik nu ook. Daar ben ik hartstikke trots op. Ik ben ernstig. En hij is toch goed ook? Ja. Toch lief dat hij wil komen helpen? Ja, vind ik wel. Maar ik kon niet zeggen, het is niemand zijn contactpersoon, want het is gewoon mijn contactpersoon. Dat is waar. Oh, Ernst. Oh, verjaardag ja. Van Mikey. Kom op, zeg. Oh, 20 punten. 20? Maar ik ga voor de 30. Hoe moet het eigenlijk? Ik ga voor de 30, de 50. Oh, zo. André was gegaan of zo. Nou, dat is Hiske. Ja, Hiske opschieten! Roep, schreeuw maar naar Hiske. Opschieten! Tegen Andrea. Ga nou niet boos worden. Ga gewoon het gesprek aan. Maar wat is het verhaal? Want ik weet van wie. Merel wil toch DJ worden? Ja. Die is diva. Ja. Ja, ze heeft Ernst gecontacteerd. En die komt woensdag dus DJ les geven. Ja. Terwijl vrijdag bij Love is Love heeft Andrea gevraagd of dat Ernst haar DJ les wil geven. Dus? Dat is het dingetje. Maar ja, je kan het vanuit twee kanten bekijken uiteindelijk, want ik heb gewoon een nachtje over geslapen. Kijk, je kan André gelijk geven in de zin van, het is not fair, want Merel wist er wel van. Maar je kan Merel ook wel weer gelijk geven, want André heeft het niet opgepakt sinds vrijdag. Ja. En het was al maandag. Ja. Ik bedoel, kijk, op een gegeven moment gaat het leven ook gewoon door. Ja. Weet je, dus als jij dingen wilt bereiken... Doe het. Ga ervoor. Hetzelfde geld zat ze nu op de bank, ja, had ook gegund. Weet je, want ondertussen heeft ze ergens al nog niet gecontacteerd. Hallo! Ja, Gerrit. Oh. Wat? Water pakken. Dan komt ze eraan, staat in de tent. Oh, en daar hebben ze nu echt een ruzie over, ja? Nou, André, die was boos. En die is hier niet ooit echt boos geweest. Dus ik hoorde Merel wel net weglopen van elkaar, van haar. En toen zei ze, nou, dat wordt een gezellig middagje dan. Deze zo. Wie? Merel. Maar ik dacht dat het gewoon grappig was. Maar Merel zei ook nog tegen André van, nou, dat doen we toch lekker samen. Die zegt, vraagt nog van, we doen het samen. Weet je, ze hadden misschien niet kunnen zeggen. Maar André had een mailtje gestuurd naar Ernst met dat hij ook meteen haar dan les kon geven. Oh, maar zij heeft toch een vaste DJ? Waar is de rest?